Regel het voor nu en later, juist in tijden van onrust en onzekerheid. Maak uw eigen privédossier, zodat u zeker weet dat alles wat u wil ook echt wordt uitgevoerd. Mail naar info@derechtfamilyoffice.nl of kijk op www.derechtfamilyoffice.nl. We zijn u graag van dienst. Bij tankstation De Haan aan de Marchandstraat is een automobilist tegen een van de pompen gereden en daarna gevlucht met de auto. Vermoedelijk vanuit een schrikreactie. De bestuurster heeft zich kort daarna gemeld. De brandweer heeft de omgeving afgezet en gecontroleerd op lekkages. De schade zal onderling afgehandeld worden. Ook vrijdagavond alarmeerden bewoners van de Lindehoven de brandweer voor een brandje op de tweede verdieping. De brand was snel onder controle. De bewoner, een oudere man, is gecontroleerd door ambulancepersoneel en uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis. De brandweer heeft de bovengelegen woning gecontroleerd en de betreffende woning en het trappenhuis geventileerd.